Hoi, ik ben Dennis van de Wijnmatiek en in deze video wil ik je kort iets uitleggen voor de alsmede. Een wijn gemaakt uit door het wijnhuis Mingazzini. En het wijnhuis Mingazzini bevindt zich in Emilia-Romagna en dat wordt ook wel gezien als de buik van Italië. Wordt de, de, de ja, gastronomie, het eten uit Emilia-Romagna, de keuken, wordt wel gezien als het beste van Italië. Hey, met Bologna, Parma, echt het hart, de buik van Italië wordt het genoemd. En daar in dat hart van de buik van Italië ligt uh, het wijnhuis Mingazzini. En daar maken ze uh, een, als mede onder andere een rode wijn van 100% Cabernet Sauvignon. En het kenmerkende van, van het gebied in Emilia-Romagna is dat het heel vlak is. Heel veel landbouw, heel veel boerderijen. Dus het is heel vlak. Met wel nog een, een beetje invloed van de zeewind. Maar het ligt gewoon heel mooi vlak. En... Ander kenmerk is dat de grond daar heel erg kleierig is. Dus een hele vaste grond. En dat ga je ook proeven in de Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon is van zichzelf al een druif die vrij krachtig is. Plant je die in ook nog eens een keer kleiergrond, dan krijg je echt een lekkere forse wijn. Die je goed kan combineren met, met, met lekkere tannines erin. Uh, hij heeft niet heel veel houtrijping gehad. Hij heeft helemaal geen houtrijping gehad, dus het is nog een hele frisse Cabernet Sauvignon. Maar wel met alweer, wel vrij stevig al. Dus je kan hem uh, ja, goed, goed drinken bij een goed stuk rood vlees. Of ja, de tijd is alweer een beetje aangebroken. We zitten nu in, in maart 2022. Maar de eerste zonnige dagen zijn al uh, verschenen. Ik heb zelf mijn barbecue al een keer aangezet. Maar als je nou eens een keer echt een lekker stuk biefstuk van de, van de barbecue hebt. of een goed stuk vlees. dan past deze als mede, Cabernet Sauvignon er perfect bij. Dus ik zou zeggen, geniet van deze asmede van het wijnhuis Mingozini.